Goeiedag, we zijn hier vandaag in de Zwaanshals en we gaan met Monique praten. Want Monique die heeft een heel bijzonder beroep. En wat is dat eigenlijk? Ik doe het haar- en glaasverzorging van overleden mensen. Is dat niet eng? Dat is niet eng, dat is juist heel mooi. Ja. En waarom is het zo belangrijk dat dat gebeurt? Voor de nabestaanden, ik denk met afscheid nemen, dat je, ja, vroeger denk ik dat heel veel mensen nare dingen hebben gezien of een beeld van iemand in een kist, wat zo akelig is, want iemand ziet er natuurlijk niet altijd even fris uit als dat hij in leven was. Dus ja, dan probeer je toch om nog even de laatste verzorging te geven, het haar mooi maken nog of dat soort dingen eigenlijk, om iemand toch weer een goed beeld te geven. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Misschien kunt u ons zo wat meer laten zien. Ik kan wat meer laten zien. Ja, dat is goed. We zijn nu in het kistendepot, dat is waar de kisten worden bekleed en klaar worden gemaakt om de overledene in neer te leggen. En wat ik me eigenlijk afvraag, hoe bent u op het idee gekomen om dit werk te gaan doen? Ja, dat kwam niet opzet, dat is leuk, dat werk ga ik doen. Het is eigenlijk gekomen omdat mijn man die werkte in de begrafeniswereld, die is uitvaartchauffeur. En er is aan hem door begrafenisondernemers heel vaak gevraagd in het verleden, dus zeker wat 20 jaar geleden, van joh, kan Monique niet eens het haar doen omdat ik in een kapsalon toen werkzaam was. Ik heb toen gezegd van nou, daar zie ik dus helemaal niks in, dat wil ik ook niet. En 10 jaar geleden heb ik 3 dierbare mensen van dichtbij verloren. Daar ben ik dus ook naar rouwbezoeken gegaan en toen dacht ik van nou, daar hadden ze wel iets meer aan mogen doen. En toen kwam het idee van nou, ik ga het toch maar proberen om mensen netjes te gaan maken en met overledenen te gaan werken. En het is me heel goed bevallen. En waarom stond het u eerst tegen? Ja, ik vond het eng. Het leek me niks. Mijn man deed het werk al. Die heeft daarvoor ook mensen vervoerd en aangekleed. En ik wilde altijd afstand bewaren. Ik vond dat gewoon niks. Toen. En heeft u verder nog andere training gehad, behalve uw kapperservaring? Ja, ik ben naar aanleiding van het werk wat ik nu doe, omdat ik problemen tegenkwam, net als infuusplekken, mensen die verkleurd zijn, mensen van ongelukken, ben ik chimeur en visagieopleiding gaan volgen. Ik heb ook restauratietechnieken gedaan en airbrush make-up technieken. Dus een hoop dingen waar ik dus wel mee uit de voeten kan nu. En u bent in principe altijd in te huren, hè? Ook al ben ik bij een andere ondernemer, kan ik uw werk? Ja hoor, mensen kunnen ook persoonlijk, ik heb toevallig ook een site op het internet staan, dat als mensen bijvoorbeeld het niet aangeboden wordt door de begrafenisonderneming, dan kunnen ze mij gewoon rechtstreeks bellen als ze het nodig vinden om die verzorging te laten doen. En naar wat voor prijzen zou ik dan aan moeten denken? Dan zit je in de richtprijs van een algehele behandeling. Dus dat is het gelaat, de handen, de nagels. Dat je om rond de €115 zit. Okay. Dat is heel schappelijk. Dat is, ik doe het haar ervoor, eventueel nog knippen. Ik doe het gelaat ervoor, ik doe de handen er nog. Dus het is manucure, het is eigenlijk van alles en nog. Ik moet natuurlijk naar de plaats van bestemming. Ik moet weer terug en... Dus als je het vergelijkt met gewoon naar een kapsalon gaan, dan is het inderdaad heel schappelijk. Wederom een nieuwe ruimte. Waar zijn we nu? We zijn nu in de verzorgingsruimte. Dat is de ruimte waar de overledene dus gewassen, aangekleed en verzorgd wordt. Nou, heb ik eigenlijk wat vragen over het proces. Want iemand komt hier binnen, die is overleden. Wat is dan de eerstvolgende stap? De eerstvolgende stap is het wassen van de overledene. Dat doen mijn collega's. Het aankleden van de overledene en ook nog wat verzorging natuurlijk. Gewoon de basisverzorging.
En dan wat de begrafenis of wat de nabestaanden willen, wat, in wat voor kist die persoon moet, dat doen hun dan ook. Hun kisten het de persoon helemaal in en dan gaat hij de koeling in. Wat is uw aanknopingspunt? Ik neem aan als iemand is overleden, ziet hij er heel anders uit. Hoe kunt u toch bedenken van nou, zo moet deze persoon eruit? Nou, vaak is het aan de hand van een foto. De nabestaanden geven dan een foto mee van zo zag moeder of vader of wie dan ook. Die zag er zo uit. En aan de hand daarvan probeer ik zoveel mogelijk mijn verzorging te doen. Ik krijg ook regelmatig geen foto's, maar ja, dan, omdat het toch je werk is, weet je wel ongeveer hoe iemand zijn haar of wat bij hem of haar past moet zitten. Als een lichaam uit de koeling komt, en een andere kamer met een andere temperatuur, kan dat nog problemen opleveren? Ja, in die zin problemen. Dan krijg je vaak condensvorming, hè, dus druppels. Dan is het net alsof iemand heel erg zweet. Brillenglazen die beslaan. En dan doen ze vaak in een rouwcentrum bijvoorbeeld, dat iemand bijvoorbeeld iets eerder naar desbetreffende kamer gaat om het te laten acclimatiseren. Zijn er eigenlijk veel mensen die dit beroep doen hier in Rotterdam? Nee, nee. Wat betreft mijn achtergrond, dus het kappersgebied en het visagie- en grimeurgebied. Nee, er zijn er niet veel die dat doen. En hoe lang wilt u dit nog eigenlijk blijven doen? Ja, altijd. Zo lang mogelijk, ja. En waarom? Wat maakt u zin? Ja, ik heb mijn draai gevonden. Dit is het gewoon. Dit is gewoon, dit is het. Ja.